Het was 6 uur. Ik was begonnen met lesgeven. En na ongeveer 5 tot 10 minuten hoorde ik een hele harde knal. En ik schrok me dood natuurlijk. Ik was helemaal in shock. Ik denk, wat gebeurt me nou? Wat is dit? En ik had geen tijd om van de shock te bekomen of de tweede explosie gebeurde. Gemma, een Amsterdamse met Syrische roots, verhuisde september 2019 naar Libanon. Ik ging erheen voor de liefde. En om daar een nieuwe start te maken met haar Libanese man. Ze vindt een baan als docent Nederlands en Engels en geeft vanwege corona online les. Dat doet ze meestal thuis, maar vanwege internetproblemen doet ze dat die 4 augustus 2020 op kantoor in Hatje bij Roet. En dan gaat, iets verderop in de haven, 2750 ton ammoniumnitraat de lucht in. Ik viel en er viel hout op mij, glas op mij en van alles puin. Ik zag dat ik hier heel veel bloed had. Ik zag dat ik op mijn gezicht bloed had, op mijn lichaam, mijn kleren waren helemaal bebloed. Nou ja, uiteindelijk bleek dus dat er glas in mijn hiel zat, er zat glas in mijn vinger. Ik had een gekneusde schouder, ik had een gekneusde rib, ik had een gekneusde teen, ik had een stukje tand verloren. Eenmaal op straat ziet Gemma dat ze nog geluk heeft gehad. Ik heb echt in mijn leven nog nooit zoiets gezien. Het leek wel oorlog. De lucht kleurde bruin en er lagen mensen op de grond en ze waren bebloed. Er vallen 220 doden, meer dan 6000 mensen raken gewond. 2 weken na de ramp vliegt Gemma samen met haar man terug naar Amsterdam. Ik had een klein beetje empathie nodig en dat miste ik daar. Ik wilde dicht bij mijn familie weer zijn en die warmte voelen en herstellen. Met de steun van haar familie en dankzij intensieve therapie is Gemma er weer grotendeels bovenop. Ze werkt nu voor een christelijke organisatie en wil voorlopig in Nederland blijven. Met haar man en een kindje onderweg. Ik ben positiever in het leven gaan staan. Ik heb geleerd om nog meer naar mensen te luisteren. En hun verhaal belangrijk te vinden. En hun persoonlijk aandacht te geven. Ik ben heel erg blij dat de mensen die ik ken, dat die er ook heel huids vanaf zijn gekomen. Mijn studenten allemaal. Mijn familie, mijn schoonouders, mijn tante. Dus dat is ook een zegening.